zeggen. Hoe is het met je knie? Ja, het gaat wel redelijk goed. In ieder geval wat ik dan kan zeggen. Je kon nog geen scan laten maken, want er zat nog vocht in, hè? Ja. En? Ik heb dinsdag een MRI, waarschijnlijk. Oké, dus volgende week weten we meer. Ja. Oké. Succes. Bo, wij zeggen in Landsmeer, grashoppers uit, altijd moeilijk. Ja, klopt. Grashoppers thuis, altijd fijn. Ja, voor jou wel. Je hebt vorig jaar gewonnen, hè, deze wedstrijd. Vorig jaar hebben we deze wedstrijd gewonnen. Volgens mij ook was dat echt een leuke wedstrijd om ook te zien. Veel punten, spannend, snel tempo. Dus, ja, alleen Lolly volgens mij vorig jaar. Ja, dat was dan besmet op de wedstrijd wat ons betreft ook. Maar voor de rest was het natuurlijk een prima pot. Ja, zeker. Grasshoppers is het een goed team. Die speelt met veel passie en ook de kwaliteit in het team. Dus ja, lastig zeker. Ja, hoe ga je dat afstoppen? Nou, we hebben wel wat bedacht. Moeten we even kijken of dat werkt. Maar in ieder geval is het veel 1 tegen 1 voor je scooters. Dus je moet wel overal bij zijn als je wil goede defense spelen. En dat is bij ons wel natuurlijk het belangrijkste. Nou, eigenlijk op de manier zoals wij spelen. Gewoon hard, snel, full court, transitie, veel schieten, korte aanvallen. Ja. Dat is wat wij doen. Ja. Dat is waar we goed in zijn. En hoe is dat tot nu toe gegaan in jouw wedstrijd? Want vorige week heb je verloren. Vorige week was niet goed. Vorige week denk ik dat wij gewoon heel veel last hadden van 2 wedstrijden binnen 19 uur. Ja. En dat we dat gewoon nu nog niet aankunnen. Daar zijn wij gewoon nog niet goed genoeg voor. Waarom heb je dan zoveel effort gestoken in die niet belangrijke bekerwedstrijd? Ja, niet belangrijk. Beker is ook belangrijk. Beker wil je ook winnen. Ja. We hebben daar wel wat geprobeerd, alleen dat mislukte. Ja. Dus ja, toen hebben we uiteindelijk alsnog de 4e kwart aan de bak gemoeten. Ja. Om het gewoon veilig te houden. Maar ja, zelf liever had ik niet die 2 wedstrijden in de opener voor ons, voor het seizoen, achter elkaar gehad op zo'n korte tijd. De driepuntslijn ligt hier op de oude afstand. Daar ben je wel blij mee, zeker? Jawel, kijk, oude of nieuw, dat maakt niet zoveel uit. In ieder geval dat iedereen hetzelfde geeft. En dat iedereen. Nou, dat gaat over dat je consequent bent. En dat je bij iedereen gewoon hetzelfde iets of dezelfde voorwaarden creëert of winnen of verliezen. En dat is natuurlijk veel opgeeft, maar ook andere coaches kunnen daar problemen mee. Niet alleen maar ik. Ik heb een mening over dat ik vind dat alles gelijk moet zijn. Punt. Okay. En dat is gewoon mijn mening. Oké, dankjewel. Succes vanavond. Dankjewel. Jullie ook.
Maar start was het natuurlijk heel slecht en daar komen we weer terug. Daar gaan we zelfs tot hard werken. Hard werken tot 9 punten. Voorsprong, 33 geloof ik, 24. Ja. En sinds dat moment is het helemaal verkeerd. Alles ging mis. En nou ja, ze komen wel in dikke voorsprong. Nog in eerste helft, waar wij in eerste helft al 45 punten tegen hebben gekregen. Ja. Nou, dus dan moet je wel in tweede helft wel iets proberen. Ik moet zeggen, nou ja, die tactische oplossing, zeg maar, voor mij werkte voor geen meter in eerste helft. Dus dat hebben we ook veranderd en een beetje op de basis dingen gaan spelen. Gewoon hard verdedigen. Gewoon onze verdediging gaan spelen. Ja, toen ging het wel wat beter, maar stuk voor stuk. En uiteindelijk zijn we toch overheen gegaan. Yeah. I've heard that we've always had a hard time playing here. Yeah, that's true. That's true. Obviously, last year we lost against them here. Yeah. You know, it's a tough place to play. You know, they have their own rim, so they can hit shots and we can't. But you know, we stay together. In de vierde periode, crunch time eigenlijk, scoort Grasshoppers helemaal niet meer bij de 70. Ja, dat hebben mensen, zoals ik zeg, nou, toen waren we pas wakker en dat is het nog vaker. Nou, de laatste drie wedstrijden in Supercoop en eerste en tweede, nou, deze competitiewedstrijd, dat we vaker pas later wakker worden om dingen te doen wat we moeten doen. Yeah. We didn't want to lose to them again, you know, because having that loss on your record is never good. So okay. It's kind of like revenge. Congratulations. Thanks. Katie Hart, die 44 punten. Ja, verbaast me niks. In eerste helft scoorde sowieso. Nou, Maaike had het echt alles misgedaan. Belinda, Ilana,
Nou, en dan moest het wel iemand. En je weet dat Katie dat kan. Dus nou was ik het ook een beetje boos in de kleedkamer. Dat ik zeg, nou, jullie kijken naar de wedstrijd en ze speelt de wedstrijd. Nou, in tweede geld hebben ze dan toch wat beter opgepakt. En zeker Romy, die heel goed tweede geld speelde. Ja. Of eigenlijk de hele wedstrijd. Ik zag ook twee coaches die erg boos waren op de scheidsrechters vandaag. Ja, ik vond het wel zeker niet goed. En nou, dat is het minste wat ik moet zeggen. En ik weet zeker dat Bo ook geïrriteerd is. Wat meer om te zeggen, we verloren. Cool. Hij wilde niet meer voor de camera komen? Ja, ik bijna ook niet. Dus, okay. Hey, bedankt. Dank je.